Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft overleg gehad met collega-minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting omtrent de Armilof-regeling. De Armilof-regeling, welke staat voor afbouwregeling, medische uitzendingen en lokale opbouwvoorzieningen, voorziet in specifieke situaties voor personen die naar het buitenland moeten voor medische behandeling. Er is in Suriname geen behandelsmogelijkheden. Veelal gaat het om zeldzame aandoeningen van levensbedreigende aard. De regeling voorziet in het vergoeden van de behandeling en andere zaken, maar het een en ander met betrekking tot het aspect van de vliegkosten is niet nader omschreven. Er wordt de laatste tijd veel aan crowdfunding gedaan om onder andere de ticketkosten te verzamelen. De regering bekijkt mogelijkheden om kwetsbare personen de nodige ondersteuning te bieden, zodat de medische uitzending een vlot verloop kan hebben.